Shit, Vinken Gang. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ark Solo. I know, eigenlijk zou er een server episode moeten komen. Maar hey, boeien. Ik had mijn huis nog niet af. En het ding wat we gaan doen in deze aflevering is lekker in mijn inventory. Een fertilized pternadan. Egg. Die gaan we uitbroeden. En dat gaan we doen in dit hok. Zou dit genoeg zijn? Vier van die torches? Dit is de eerste keer dat ik het doe. Dus don't blame me if it goes wrong. Ik ga het er even in leggen. En dan zie ik jullie zo bij me terug. Nou, dan gaan we ei er nu in leggen. Drop. Wow, lag. Dan ga ik ondertussen even wat vlees halen. Het duurt even 10 minuten, maar ja, dat heb ik er wel voor over. Nee, dan gaan we nog niet een leveltje geven. Die weg. En dan gaan we even naar de ander. Die heeft als het goed is meer vlees. Ik heb even wachten tot hij klaar is. En ik zie jullie over een seconde. Hij is nu ongeveer op de helft. Oh ja, iets wat ik in de vorige aflevering vergeten ben te zeggen. YouTube heeft iets dat hij sommige kanalen abonnees verwijdert. En willen jullie bijblijven van mijn video's? Druk die like. En druk even op de belletje, want ja. Dan blijven jullie op de hoogte. Nou, ik zie jullie over 4 minuten. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shit, ik heb hem opgepakt. Nee. Die aan.
Explain. Jij gaat even eten. Yo, volg me even. Mooi, ik kan die strooien. Laten we even kijken naar de stats. 800 HP, 600 stamina. Decent weight, I guess. Een beetje hetzelfde van alles. Wat de anderen hebben. Maar, gelukkig zit er een extra feature in de game. Waardoor je hem kan imprinten. Oh ja, hij staat natuurlijk automatisch op Enable Wandering. Was ik even vergeten. Nou, voer ik hem nog even één keer bij. Dan ga ik even Asian Timber halen, maar dat doe ik niet in de video. Tot zo, over 1 seconde. Hartstikke idee, ben er weer. Even die zoetsappige Amber Crushje. Eigenlijk had ik die andere even moeten levelen. Voor een beter basie. Nee, ik kan hem nog niet levelen. Omdat ik geleerd heb. Dat je dat niet moet doen. Als je ze net getemd hebt. Want dat is zonde. Ik ga hem eerst helemaal force level uppen. Dan zie ik jullie straks weer. Nou, ik ben terug. Met een goede Pteranodon die bijna dood is. Nee, dit is niet de baby, want die staat daar in het hok. Maar deze heeft bijna 2k HP. En ja, dat is veel voor een Pteranodon. Kan ik hem al inprinten? 21 god. Oh, dit duurt zo ontiegelijk lang. Weet je, ik ga alleen nog even bijvoeren.
we moeten nog wel in. Ik ga hem even bijvoeren en dan ga ik hem even nog een metal run doen en dan is het klaar. Dan ga ik offline dit ding wel doen. Dus ja, nu zal je niet meer sterven. Nou, pik. We pakken pik er weer bij. Even een leveltje op AP. En zo heet het helemaal vol. Tuurlijk, omdat ik die standing torches bij me heb van net. Am I an idiot of zo? Nou ja, ik ga even naar de metalstenen toe lopen. Ik zie jullie daar. Zo, we zijn even bij een metalsteentje. Heerlijk, 85 met 56 metal. Easy. Alleen ik moet wel even die... Wat moet ik droppen? Steen? Dit. Nou ja, ik zie jullie bij de volgende. De laatste drie stenen en dan is het over. Dan ga ik de video afsluiten voor vandaag. Ik bedoel, het is voor mij 9 uur. Mijn moeder, die weet dat het niet waar is dat ik dit om 9 uur opneem. Omdat ik dat in de middag doe. Ik denk dat ik moet dat droppen. Jezus, bijna 100 kilo. Nee. Dat is het dan voor vandaag, jongens. Ik zie jullie later.